Als je oude, lelijke kantoren wil vervangen door woonhuizen, kun je de boel natuurlijk gewoon eerst afbreken. Je kunt het ook slimmer aanpakken en de constructie van het pand opnieuw gebruiken. Je kunt het nog slimmer aanpakken en dat doen ze bij Morehouse. Module Office Renovation. In de categorie, waarom heeft niemand daar eerder aan gedacht? Op de Green Village staan veel high-tech gebouwen die de toekomst van Nederland duurzamer moeten gaan kleuren. Eén daarvan is het Morgebouw, wat staat voor Module Office Renovation. Oftewel gebouwd op basis van een modulair systeem. Dit klinkt misschien ingewikkeld, maar Andy, hoogleraar in duurzaamheid aan de TU Delft, heeft beloofd dat het precies het tegenovergestelde is. Andy, take it away. Nou, welkom in ons Morg prototype. Dus dit is zo'n modulaire woning van binnen? Ja, wat je hier eigenlijk ziet is de betonconstructie van de originele kantoor. Ja. En wat we hier ingebouwd hebben zijn allemaal prefab modulaire elementen. Dus wat je hier ziet is bijvoorbeeld de natte celmodule waar de keuken en de badkamer in zitten. Mm-hmm. Snelheid en eenvoud typeren modulaire bouw dus het beste. Waardoor het ook juist deze techniek is die voor een snelle en eenvoudige oplossing kan zorgen voor het grote woningtekort in ons land. De vraag naar woningen is enorm, terwijl de leegstand van kantoorgebouwen steeds groter wordt. Dus door middel van modulaire bouw is een kantoorpand in no time veranderd in een hypermodern appartementencomplex. En zoals je ziet, dus alles is biobased, dus alles is van plantaardige materialen gemaakt in de afwerking. Dit is natuurlijk gewoon hout en wat je daar als donkere vezels ziet, dat is eigenlijk hennepvezel. Eigenlijk een restproduct uit Nederland, wat we dus in dit soort plaatmateriaal kunnen verwerken. Maar deze keuken kun je dus in zijn geheel gewoon erin plaatsen en er ook weer uithalen? Dat klopt. En het kan ook zijn dat natuurlijk, nu is dit kantoor tot appartementengebouw gemaakt. Maar ja, het kan straks best wel weer een kantoor worden of een fitnesscenter of een restaurant. We wilden dus laten zien dat je kan er iets tijdelijks in zetten wat toch kwaliteit heeft, maar wat ook weer aangepast kan worden. Okay. Ondanks deze eenvoudige manier van bouwen is de woning toch van alle gemakken voorzien door slim om te gaan met ruimte op weinig vierkante meters. Zo kan het bed in de slaapkamer ook gebruikt worden als bureau. En bevat de woning een verticale tuin met planten die een rol hebben in de luchtzuivering. En dat is een efficiënte manier van de ruimte indelen, maar is het niet gewoon veel makkelijker om het hele kantoor te slopen en een heel nieuw gebouw er neer te zetten? Ja, dat zou je denken, maar die kantoren hebben een enorme hoeveelheid constructiemateriaal, vooral beton. Hier zie je dat bijvoorbeeld, hè, zo'n hele zware kolom. Zo'n heel kantoorgebouw, de betonconstructie, is al 60% van de milieubelasting die erin zit. Dus op het moment dat je die kan behouden, is dat een enorme milieuwinst. Dan hoef je dat allemaal niet meer te gebruiken bij een nieuw gebouw. Nou, en dan is het een kwestie van de schilder afhalen, dus de inefficiënte buitengevel. En daar een veel beter isolerende gevel van maken, met nieuwe ramen en zo. En de inrichting natuurlijk circulair maken. Ja. Door het modulaire bouwsysteem leent niet alleen het interieur zich voor toekomstige innovaties. Want om de woningen zo duurzaam mogelijk te maken, hebben de WISKIDS van de TU Delft het hoogtepunt bewaard voor de buitenkant. Nou Tim, dit is de gevel met de zonnepanelen die eraan hangen. Dit zijn de zonnepanelen, maar ja. Dit lijken mij niet de zonnepanelen die ik ken eigenlijk. Nee, we kennen normaal van die blauwe, zwarte, waar draadjes in zitten. De meeste mensen vinden die niet zo mooi. Maar dit is een nieuw Nederlands product die je eigenlijk in alle kleuren van de regenboog kan krijgen. Dus je kan je woning helemaal samenstellen zoals je zelf wil? Ja, het had ook blauw of rood kunnen zijn of oranje. Mijn studenten hebben ervoor gekozen een wat bescheidener kleur te nemen. Dus vandaar dat het een beetje groen-grijs is. Maar dat kan dus tegenwoordig, ja. Dit is één zo'n woning. Wat gaat het betekenen als we het op grote schaal gaan toepassen? Ja, we hebben in Nederland natuurlijk heel veel gebouwen die hiervoor geschikt zouden zijn. Hè? Oude kantoorpanden, hoogbouw, gebouwen die op het moment leeg staan. Als jullie allemaal gaan voorzien van dit soort verticale zonnepanelen, dan kan de gebouwde omgeving voor een groot deel in zijn eigen energie gaan voorzien. En dan kunnen we dus allemaal duurzaam wonen. Heel vet. Ja. Ja, Andy, onwijs bedankt voor je tijd. Heel tof om te zien dat Moor hier een eerste stap inneemt. En ik hoop dat het een voorbeeld is hoe we met z'n allen duurzamer kunnen gaan wonen. Ik hoop het ook. Dankjewel.